waarbij ik ging net van het podium af, zei de man die de workshop gaat doen, Tim. Hij zei, ik zou er maar bij blijven. Is het mogelijk, joh? Ik zeg, waar ga jij dit over hebben? Hij zegt dan, over gezond leven. Ik zeg, maar dat goed. Ik leef extreem gezond. Maar ik ga hier denk ik net zo hard van leren. Want zoek een lekkere plaats. Probeer nog even iets naar voren te komen, maar de schrijving is goed gezond. We maken er een geweldige aanzienlijk minuut. Naar jouw verhaal, van hallo. Ik denk dat ik voor het eerst weer een lockdown neem en een pen. Misschien dat je wel. Hij had jou een makkelijke vulling van. Oh. We hebben ook een eigen cameraman, dat is ook een diabetes die omgekeerd is. Ik heb een hele groep van mensen, die dus allemaal. Ja, en die had een hele lijst van ziekte, ook krabbel te dragen. Maar en je ziet wel klaar. Ja, moet ik even zelf zeggen. Maar volgens mij is hij altijd volgend. Normaal vind ik die volgend. Heel succes. Ja. Nou, ik ben dus Wim Dulverwis. Geen belangingsspelling meer. De titel van mijn workshop is Keer Diabetes Om. Met iedereen snel als medicijn. En dat doen we samen, van professor tot patiënt. Maar dat is ook niet waar. Doen we het andersom. We doen het van patiënt naar professor. Want dat heeft Anne net ook gezegd. De patiënt moet weer centraal staan. Dus die professor moet dus ook eens gaan luisteren naar de patiënt. Even kijken. De patiënt in de hoofdrol. Want ja, het schijnbaar werkt het. Ik heb bijvoorbeeld, en ik ga even mijn verhaal vertellen, nog een beetje in kort. 2005, burn-out, ik ben ook nog eens veteraan. Ik heb PTSS, ik ben niet meer geweest. En ik werd achter de graniums geparkeerd, burn-out, terwijl ik had een hele zware baan in de ICT. Stress, verkeerde voeding, aan de machinepomp, in de file staan, noem maar op. En ook eens PTSS erbij. Ik werd achter de graniums geparkeerd met een zak met pillen, die werd alleen maar steeds groter. Tot ik dacht op een gegeven moment binnen een week een diabetes om inkeren. Ik had ook niks te doen, maar ik denk, weet je wat, ik begin een Facebookpagina. En als één man kan helpen om dat ook te doen, dan is mijn leven een beetje vervuld. Dus die Facebookgroep werd maar groter en groter en ik heb er vorig jaar toch maar een stichting van gemaakt. Maar alles wat ik hier ziet, wat je hier ziet, heb ik allemaal zelf gedaan. Er is geen geld achter of geen. Het is gewoon, daar ben ik geweest. Met mijn eigen geld heb ik die stichting opgericht, maar ik heb wel in de tijd contact gezocht met Hans van Kuik, de sportarts die gezond opnemen begonnen. Ik heb anderen leren kennen. Ik ben de publiciteit gaan zoeken. Hij was in Rada, ik ben vorige week in Rada. een van die patiënten, Gerio, die jullie gisteren in Rada gezien hebben misschien, dat is wel een van mijn moderatoren. Dat filmpje was bij ons thuis opgenomen. Dus wij zijn echt wel hard aan het werk om ook die patiënt voorlichting te geven. Want dat is mijn rol, hè, om te vertellen. Hè, ik kan mensen inspireren. En ik heb dus bijvoorbeeld, wij hebben dus nu een Facebookgroep waar iedereen lid van mag worden. Die stellen twee vragen, heeft u de groepsregels gelezen en heeft u diabetes? Als ze dat allebei ja op zeggen, dan mogen ze binnen. En dan hebben we bepaald, ik maak elke dag een post. En dan kan ik heb er dus nu met meer dan 1000 mensen in zitten. En ik kan dus allerlei enquêtes gaan houden. Hebben jullie statines bijvoorbeeld? Hè? En dan zegt mijn diabetes, 80% hebben die mensen hebben die statines voor gekregen. Hebben jullie bijwerkingen? Ja, 75% van mijn mensen hebben bijwerkingen. Ja, het is geen wetenschappelijk onderzoek, maar zijn wel 1000 diabetes. En dan hebben we dus dagelijks gepost, maar we hebben ook bijvoorbeeld, we gaan op zaterdag gaan wij zwemmen. Zwemmen, dat wil zeggen, zaterdag wegen en meten. Dan gaan ze dus elke zaterdag, gaan de mensen dat willen, die zeggen dus ze vliegen mij een buikomvang, hun gewicht en hun nuchtere suiker. En dat doe je dan op de computer. En als ze al heel goed zijn best gedaan hebben, dan krijgen ze een zwemdiploma. En iemand die dan heel goed wordt, dat wordt een moderator, dat is een badmeester. Ze hebben dus bijvoorbeeld Monique, ja, die komt dan bij mij, valt 70% van het lichaamsgewicht af. Buikomvang, veel belangrijker.
17 centimeter eraf. He, 6 punten ben je niet minder. HBA1C van 104 naar 44 in nog geen 5 maanden. Onlang. He, en dan zie je dus, he, dat is dan een hele goede responder. Maar je ziet ook andere mensen. Bijvoorbeeld deze man, die had maar een BMI van 24,3. Die was nog niet dik. Hoe kan dat nou? Hij heeft nu een BMI van 21,5. Maar kijk die buik. 19 centimeter van die buik. Dat zat allemaal hier, dat was zat allemaal rond ingewonden. En dan denk je, hé, hey, het is niet alleen maar die dikzak, het is maar met waar zit dat vet. Want sommige mensen die wel dik zijn, die kunnen best wel eens zo gezond zijn zelfs. Het is nou, ja, ik heb niet zo gezien. Kijk naar joh. Maar deze man, wat wel diabetes. En die heeft ook een hartaanval gehad, hè, maar ik heb toch ook zijn HbA1c, want wij spreken wel naar 42. Dat is niet de 53, nee, wij gaan voor de 42 HbA1c. Dat is de ongeveer. Zonder pil. En wat mooie is, die man is vertrouwd. En zijn vrouw ging niet meedoen. Want dat is wel heel belangrijk, dat is onze pijler relaties. Dus die vrouw ging niet meedoen. En wat zie je, die is ook 22 centimeter van die buik kwijt. En die had ook een vrij, die is in één keer, die is nu zelfs aan het zeggen, ja, ik weet niet wat ik moet doen, maar als ik die nog meer afval, dan maak ik weg. Ja, maar die heeft dus echt ook 22% van de totale buikomvang gespreid. Omdat ze diezelfde voeding eet, was die, en die had dan geen diabetes, maar dat krijg je dus wel, hè, wat ook met mijn vrouw gebeurt, die ging met mij mee, die was ook 20 kilo af. Hè. Maar het moet ook samen, hè. Het is niet dat die man zelfs een potje moet gaan koken en dan die vrouw een apart potje. Nee, doe dat samen en dan krijg je zulke dingen. Ik ben hier dus niet alleen. Ik heb Carola gedaan. En ik heb tegenwoordig in de stichting, hebben we als secretaris, dat is Gertie van Kimmenaarder. Zij is huisarts en diabetes kaderarts. Ik heb nu eindelijk ook ik heb toch ook nu een arts nodig in de stichting. En, he, om met artsen te spreken, heb ik ook een arts nodig. He, ik ben geen arts. Wij gaan nu langzaam ook optreden naar de zorggroep om juist samen. He, ik heb dat ook met handen vaak gedaan, we gaan in de toekomst druk. En, dus we moeten een plan hebben, maar hebben een boodschap te verkondigen. Ja, Hanno is er ook. Gelukkig, dank u wel. Dus ik ga nu hun wat vragen stellen. He, dus dat begint, ik vind dus nu een soort, de vraag, leefstijl of medicijn? Wat is je ervaring, wat is je drijfveer? En omdat het van patiënt naar professor is, gaan we niet van patiënt, eerst naar de POH. En hier bij de POH heb ik dus een bijzonder verhaal. Want zij is lid van mijn Facebookgroep. Zij is de Facebook POH. Nou, vertel het eens. Ja, Wim, wat wil je weten? Leefstijl of medicijn, dat is eigenlijk het à la carte menu wat ik tegenwoordig bij patiënten voorschotel. Als mensen medicijnen moeten gaan verhogen of ze moeten aan de insuline, dat is een cruciaal punt, dan zeg ik tegenwoordig, kies maar. Of het deel erbij, of je gaat op leefstijl doen, iets doen. Dan kijken ze maar aan, van de leefstijl iets doen. Vaak zijn ze al bij een diëtiste geweest, B-cel, optimaal, weet ik allemaal wat ze gehad hebben. Van mij mogen ze roomboter eten, ze mogen slagroom eten, weet ik het allemaal. Ik hou het wel heel klein. Ik ben geen diëtiste. Ik begin meestal om te zeggen, als je eens begint met al je bewerkte producten te laten staan. Geen pakjes, geen zakjes, geen magere dingen, geen toevoegingen. Begin daar eens mee. En kijk of je op je koolhydraten kan letten. Eet wat minder brood, eet wat minder pasta. Nou, dat is het beginnetje. Je moet ergens beginnen. Heel vaak komen ze, ik laat ze wat vaker terugkomen, na een week of 3, 4. En tot mijn verbazing zijn ze alweer veel verder gegaan. Zijn ze kilo's afgevallen, is de suiker gedaald. En dan zit ik echt te denken van vrij kleine aanpassingen. Ja, je hebt ook enkele van jouw mensen nu dit gemaakt van die groep. Ja, je hebt gewezen op jouw Facebookgroep. Je wordt gesteund door de groep in de Facebookgroep. En dat is... je wordt niet afgevallen, iedereen worstelt met dezelfde problemen, iedereen loopt tegen hetzelfde aan. En ja, ik vind het gewoon zo ontzettend positief, als kleine aanpassingen, dat is waar ik mee begin.
wat dat teweeg brengt bij mensen. Ja. Door het ook goed bestaan, want jouw werk als POH, is het, bijt het jou of is het een aanvulling? Of? Ik vind het een absolute aanvulling. Het enige wat bijt, dat heb ik straks ook al aangegeven, zijn die huisartsen. Door mijn huisartsen, dan moet ik een LDL van 2,5 en als het 2,7 is, moet ik er wat aan doen. En ik ben nu zo ver dat ik daar niet mee meega. Nou, daar hebben we een huisarts. Leef zelf in zijn, waarom bijt u? Ja, ik, natuurlijk leefstijl, anders dan zou ik hier niet zitten. Ja, dankjewel Corona, hartstikke mooi om jouw inspirerend verhaal te horen. Wat mij triggert is als jij een medicijn geeft, bijvoorbeeld glimepiramide, dan ga jij eigenlijk de suiker verlagen. Maar dat is eigenlijk een soort van symptoombestrijding. Hè? Dat als jij in jouw keuken komt en je wasmachine staat aan en de hele keuken staat blanco, dan kun jij gaan pompen en het water weghalen. Maar je kunt ook kijken van, hey, de kraan die lekt en ik ga die kraan dicht doen. En wat wij als arts aan het doen zijn, is eigenlijk die symptomen bestrijden, is eigenlijk die suikerspiegels verlagen. En dat werkt goed voor je microvasculaire complicaties, dus voor je ogen en je nieren. Maar die macrovasculaire complicaties, die hartaandoeningen, dan worden we eigenlijk niet beter van. En dan ga je nadenken als huisarts van, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik ben aan het dweilen, maar ik ben niet bezig met die kraan. En dat is wat mij steeds meer ging dwarszetten. Elke keer als ik een receptje voorschreef, ben ik er ja, bijna zelf hoofdpijn van. Dan ga je nadenken, ja, wat doen we eigenlijk? En dan wil je eigenlijk naar die bron van wat verhoogt nou in principe die suikers. En dan ga je verdiepen in diabetes wat er aan de hand is. En dan zie je dat een heel stuk is inderdaad voeding. Maar ook wat Wim net zei, ik had ook mensen op het spreker die, waar we echt de voeding op de rails hadden en waar we echt qua beweging goed deden. En dan bleven collega's zeggen van, nou je moet gewoon minder eten en meer bewegen. En dan kregen dames bijvoorbeeld in de menopauze die slecht slapen, die kregen het niet op de rails. En wij als huisarts blijven dan gewoon zo doen van, hé, weet je wat jij moet doen? Eigenlijk zeggen we, je liegt, je eet gewoon te veel, elk mondje komt door een mondje. En daar geloof ik dus absoluut niet in. En dan ga je kijken van, hey, Wim liet mij bijvoorbeeld een hele mooie dier zien over stress als hij in de file stond. En dan zie je dat stress gewoon, hè, dan zei hij van, hey, wat heb je hier gedaan? De suikers die sprong omhoog. En toen zei zijn huisarts, heb je een slagroomtaart gegeten? Maar dan had ik gewoon in de file gestaan. En die impact, daar word ik steeds meer van doordrongen. En ik ben er niet, hè. Ik ben gewoon ook lerende, want wij krijgen hier heel weinig scholing in. Dus ik ben wel diabetes kaderhuisarts en al die dingen en allemaal mooie titels. Maar ik denk dat Wim veel meer weet over wat hier aan de hand is dan ik. En ik hoop dat we hier met z'n allen vandaag weggaan met dat we allemaal een beetje meer geleerd hebben van elkaar. Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ik stop. Ja, wat is jouw drijfveer? Wat is jouw ervaring? Nou, ik heb er al iets over gezegd in mijn voordracht. Mijn drijfveer komt echt uit de spreekkamer, waar ik al jaren geleden zag dat mensen binnenkwamen met verwezen door huisartsen met enorm veel medicijnen. En die medicijnen die hadden we kennelijk niet geholpen, want, of althans veel te weinig, omdat ze anders nooit bij mij in de spreekkamer terecht waren gekomen. En ik wist dat er niks gebeurde aan de voorkant van de ziekte, zoals ik al eerder zei. Daar bedoel ik dus mee aan de werkelijke oorzaak van de problemen. Terwijl we dus, net als Jacques zegt, aan de achterkant proberen om de glucose naar beneden te krijgen, maar de onderliggende reden, namelijk de overvolle energievoorraden en de ontsteking die daarmee gepaard gaat, en die ontsteking maakt ons insulineresistent. En daardoor krijgen we een hoge bloeddruk, of een hoge bloedglucose, trouwens ook een hoge bloeddruk. Daar doen we niks aan. We doen niks aan die overvolle energievoorraden en niks aan die ontsteking. En even terug, als het mag, naar de complicaties waar Jacques het over had. Het is heel interessant om te zien dat er een aantal jaar terug, inmiddels 10 jaar terug, zijn er een aantal grote onderzoeken geweest waarbij mensen met medicatie een optimaal HbA1c hebben gekregen. Zo optimaal mogelijk, dat wil zeggen nagenoeg normaal. Nou, HbA1c met
met maximale medicatie plus insuline teruggebracht naar ongeveer, dat was toen nog 6,5%, dat is nu 48 ongeveer. Nou, dat is nagenoeg normaal. En wat je dan ziet in die, en daar hebben ze gekeken naar complicatieontwikkeling, en wat je ziet is dat er wel een heel klein beetje minder complicaties zijn, ook microvasculaire complicaties, in de groep die heel goed geregeld is. Maar ze krijgen nog steeds heel veel complicaties. Er is nog steeds, komen er mensen die nierinsufficiëntie krijgen en die schade aan hun retina krijgen. En dan kun je afvragen, dus bij nagenoeg met medicamenten bereikte normale glucoseconcentraties. En niemand weet precies hoe dat komt. Ik vind ook dat er veel te weinig aandacht aan besteed. Maar ik denk dat het is omdat de onderliggende problemen van die ontsteking, daar doen we dus niks aan met die medicijnen. En daar moet je dus wel iets mee. Nou, dat is eigenlijk mijn belangrijkste motivatie. De volgende vraag is dan, welke rol gaan we hierin spelen? Hè? Dus we krijgen een aantal rollen als patiënt een rol te vervullen. Hoe zie jij bij een leeftijd, wat denk jij wat de rol van een PLA is? Als ik naar mezelf kijk, ik noem mezelf als een rolmodel. Twee jaar geleden, ik had geen diabetes, wel gestoorde suiker. Ik was te zwaar voor allerlei behandelingen. Ik vond dat ik daar iets aan moest doen. Ben ik zelf koolhydraatarm gaan eten en eigenlijk in no time 30 kilo afgevallen. Patiënten die op mijn spreekuur kwamen, die zeiden, goh, wat is er met jou gebeurd? Eerst dacht ze dat ik ziek was. Ik zei, nee, ik ben anders gaan eten, anders gaan leven. En daardoor kom je in gesprek met je patiënten en waardoor mensen ook getriggerd worden van, hé, maar wat jij kan, dat kan ik ook. Dus ik zie mezelf aan de ene kant als een rolmodel. Aan de andere kant zeg ik wel eens, we maken samen een pad. Ik loop een stukje met die patiënt mee. Ik stuur hem een beetje, maar uiteindelijk moet hij het zelf doen. En ik vind het geweldig om te zien om samen met die patiënt een stuk van zijn weg te bewandelen. En dat is zo zie ik mijn rol een beetje. Ik ben geen PLH met een vingertje, helemaal niet. Ik wil het beste voor die patiënt en ik weet dat het kan. En ik loop een stukje met hem mee. Jackie, Als ik het in één woord zou moeten zeggen, dan is mijn rol denk ik eye openen. Ik wil graag mensen de ogen openen. En als dat lukt, dat zie je eigenlijk letterlijk dan in een consult gebeuren, je ziet eigenlijk, mensen zien het licht, dan is er motivatie er. En dus wat ik eigenlijk doe op mijn consult, en ik neem iets meer de tijd, soms neem ik zelfs een uur, dat wordt niet altijd vergoed door de zorgverzekeraar, maar wat je doet is eigenlijk met mensen gaan zitten van, hey, wat is er nou aan de hand, wat is dan die diabetes type 2? En dan valt me op dat heel veel mensen eigenlijk geen idee hebben wat type 2 diabetes is. En eigenlijk hebben gehoord van ja, ik heb gewoon geen insuline aanmaak meer. En dan gaan we helemaal terug naar de oorsprong waar eigenlijk aanvankelijk juist die insuline aanmaak te hoog is. Omdat er heel veel triggers zijn die pancreas blijkbaar constant aan het aanmoedigen zijn om steeds meer insuline te maken. Steeds meer. Zodat het lichaam eigenlijk uiteindelijk resistent wordt tegen de insuline. Dus eigenlijk niet meer reageert op de insuline. En dan zakt het op een gegeven moment in elkaar, zoals jij ook net zei, in je eerste presentatie. Maar als je dan kijkt met mensen van, hey, wat is jouw leven, hoe slaap je, hoe is je spanning? En we gaan eigenlijk al die factoren bespreken die invloed hebben op het gewicht en op de diabetes, zonder inderdaad met je vinger, dan zie je op een gegeven moment dat mensen snappen wat er aan de hand is. En als mensen het snappen, dan gaan de ogen open en dan kunnen we gaan kijken van, hey, wat kunnen we doen? Dus als ik eigenlijk dat licht in de ogen zie, dan heb ik een goede dag. Ja. Ja, de twee woorden. Jij bent eerst specialist. Dus PLA moet je ervoor sturen, mensen naar de specialist sturen. Volgens mij, in onze leesalarmen, ben je daar blij voor. Dergeloos. Nee, maar wat is de rol van de specialist hier? En daarna, dus wat is de rol van de wetenschap? Want ik ben de wetenschap. Ja. Ja, ik denk, ik ben het heel erg met Jacques eens. Ik zie mezelf als specialist ook. En dus enerzijds als inspirator ik geef informatie aan mensen over hun ziekte en over wat ze daar zelf aan kunnen doen. Dat is mijn rol als dokter. Maar ik ben ook wetenschapper en
ik vind dat ik een belangrijke rol zou moeten spelen in de ontwikkeling van nieuwe effectieve leefstijlinterventies. En ik denk dat we bijvoorbeeld dat we toe moeten naar, we hebben nu eigenlijk een soort van one size fits all oplossing voor alle mensen met diabetes, terwijl we heel goed weten dat ieder mens verschillend is. Ieder mens gaat anders om met voeding. Dus de ene mens kan heel goed een tomaat eten zonder dat de bloedglucose omhoog gaat, terwijl dat bij de ander dat wel gebeurt. Dat heeft heel veel te maken met de bacteriën in de darm bijvoorbeeld. Er zijn sommige mensen die nauwelijks een bloedglucose stijging krijgen van stress, terwijl anderen een enorme, zoals Wim, die krijgt enorme pieken. Daar moet je dus iets mee. Hè? En daar zijn we hard mee bezig ook, om daar naar te kijken en om methodes te ontwikkelen om mensen daar specifiek iedereen te helpen. En ik vind ook, ik ben nu bijvoorbeeld, ging ik als consultant voor een stichting die voor jou, maar ook voor de stichting Voeding Leeft, die leefstijlprogramma's op de markt brengt. En die zijn hier trouwens ook, geloof ik, hier in de stand, geloof ik, ergens buiten. En die help ik om hun programma te optimaliseren, omdat ik vind dat dat ook een rol is die je kan spelen. Hè, dus het is heel divers, geloof ik. Ja, ik heb er ook wel een vraag aan de wetenschap, want wat ik natuurlijk ook heel interessant vind, ik heb in mijn groep, kijk, ik heb op een gegeven moment, ik heb nu 1000 diabetes en ik leer hier nu ontzettend veel van, want je hebt nu een bepaalde kritische massa. En daar zitten er dus mensen in, dat zijn superresponders. Die gaan, hè, die zijn echt binnen no time, net ik was een superresponder. Ja, ja. Wat is nou het fenotype van de superresponder? Ja. Ja. En wat is de fenotype van die non-responder? Ja. Zodat je straks veel meer die gerichtere leefstijlprogramma's kan, hè, dat lijkt mij echt wel, want het werkt niet, net wat je zegt, het werkt niet bij iedereen. Nee. Hetzelfde, het is toch, het blijft maar. Heel erg individueel. Ja. Ja, het zijn cruciale vragen die je stelt. En dat is dus, daar ligt ook een rol voor mij. Ja, super. Dat is ook samen, over samen met jou. Hè. Dus ik kan het niet alleen. Nee. Dus ik denk dat ook daar zoveel mogelijk samen. Ik ben dan bijvoorbeeld, je bent verbonden aan het Nederlands Innovatie Centrum Leefstijlgeneeskunde. Daar zit TNO ook bij. En dan zijn we aan het kijken om van ons project een citizen science project te maken. Hè. Dat is tegenwoordig dan om ook de kennis uit de massa te gebruiken in de science. Maar ik kom er zo op terug. Ik maak even mijn vraag en dan zijn jullie aan de beurt. Ik heb nu ook de gelegenheid om even wat vragen te stellen natuurlijk. Wie is die coach? Is de ervaringsdeskundige de coach? Is de diëtist de coach? De leefstijlcoach? De POH'er? De psycholoog? De arts? De fysio? De beweegcoach? Wie is de coach? Als ik kijk naar jouw Facebookgroep, denk ik dat men voor elkaar de coach is. Ze kunnen ongelooflijk veel leren van elkaar. Eigenlijk is je moeder de coach, hè? De leerstelling is mijn moeder bij zich. Ja. Weet je, wij kunnen natuurlijk wel, wat je ook net, we kunnen wel zeggen hoe diabetes ontstaat en hoe het werkingssysteem in elkaar zit. Je kan laten zien wat goed is en wat minder goed is. Patiënten zullen keuzes moeten maken, maar... Maar dat doen wij dus ook in de groep. Wij gaan daar eens post, dan moet ik altijd een artikeltje, Jackie schrijft artikel, dan geef ik weer een filmpje van Hanno. Ik geef het gevoel, elke dag hebben we een andere ding, dus kennis. Hè, ik ben zelf geen mens voor een groep, maar ik zie in deze groep dat ze elkaar dat de kracht enorm wordt versterkt. En ze zijn eigenlijk elkaars coach. Ja, en dat zie je dus ook. Ik hoef niks meer te doen bijna. Ze beginnen elkaar te coachen. Want jij wordt werkloos straks. Maar mijn groep is pas 1000 en ik moet naar 1 miljoen. Ik heb nog werk. Maar het is wel belangrijk dat die mensen elkaar inderdaad, want dat gebeurt ook op een feestje. Ik was bij niet op, want dit heb ik toch, dus dat, zo gaat het toch, mensen helpen elkaar. Dat is toch, wij zijn in feite de e-work, het e-doofplein. Wat we vroeger in die blue zones in feite, dat brengen wij een beetje via multimedia. En dan is Facebook gewoon, voor mij was het gewoon heel goedkoop. Ik hoef geen app te ontwikkelen, daar had ik niet geld voor. Maar het is haar digitale marktplaats. Ja, als je een berg gaat klimmen
En je bent ergens in de Pyreneeën en je gaat zo'n mooie tocht maken. Je hebt van die mensen die die tochten organiseren. Met wie ga je dan die bergen in? Ga je dan met degene die alle kaarten heeft bestudeerd en alles weet en op zijn laptop alles heeft staan, maar nog nooit zelf die berg is ingeweest? Of ga je, neem je als gids degene die 10 keer die bergen is geweest, is ondergesneeuwd, de weg kwijtgeraakt, alles heeft meegemaakt? En ik denk zelf dat dat is wie jij bent, Wim. Jij bent iemand, je hebt het allemaal niet bestudeerd, je bent zelf ervaringsdeskundige, je bent zelf die berg ingegaan van diabetes, van versuikering en van verdikking. En daar nemen wij als medemensen, als patiënten, daar nemen wij iets van aan. Ik ben de dokter die alle kaarten heeft bestudeerd, nog niet eens alles trouwens. En ik kan ook een coach zijn, maar als iemand zoals jij diabetes hebt omgekeerd, ja, dat is zo'n krachtige boodschap. En zelf ben ik in de spreekkamer op mijn manier bezig. Ook inderdaad als moeder ben ik met mijn zoon bezig om te coachen. Dus hij heeft mijn moederdag nog gezegd, mam, je bent de beste coach. Nou, dat vond ik. Dus het kan inderdaad allerlei rollen zijn. Maar de ervaringsdeskundige die het zelf, die berg heeft beklommen, dat is natuurlijk de mooiste coach van allemaal. Ik moet er wel bij zeggen, kijk, in die groep, ik ben absoluut wel best wel een beetje streng. Ja. Op een gegeven moment ook zeggen, ja, maar je moet elke dag 3 tomaten eten, of je moet kurkuma pakken, of dan krijg je al die, ja, waar ligt de grens tussen wat wij kunnen, ja, ik heb wel een bepaalde visie, je moet toch wel af en toe ook een beetje, hè, kunnen we bruine bonen, ja, dat past even niet in dit geval, hè. Dus je kan het niet zomaar, er moet toch wel een sturing in de groep zitten, hè. Je kan niet alles, hè, want dan gaan ze allerlei van nu.nl komen er dingen binnen, en dan komt er van de optomoleculair en de natuurdiëtist en de goede wiegelaar en die komt er ook allemaal bij. En dan, waar stopt dokter Google, hè? Dokter Google is bezig. Ja, ik geloof niet dat ik hier erg veel aan te voegen heb. Ik denk ook dat patiënten onderling elkaar enorm kunnen helpen. En ik denk tegelijkertijd dat die leefstijlcoach, dat die er echt moet komen. Dat er iemand moet zijn die goed op de hoogte is van wat voor ziekte iemand patiënt heeft en wat daar aan leefstijl aanpassingen bij kunnen helpen. En dat moet dan in een hele brede context krijgen. Dus ik denk niet alleen maar biologische interventies, maar ook sociaal-maatschappelijke interventies horen daar gewoon bij. Ja, maar ik heb gedegen opleiding heb je daarvoor nodig voordat je dat kan. Ik denk dat het meer een coördinator wordt. Hè? Ja. Ik bedoel, je hebt al het maatschappelijk werk, je hebt al de schuldhulpverlening, je hebt al een diëtist. Daar moet alleen iemand een coördinator overheen komen, maar ik denk niet dat er een nieuwe groep moet komen. Er zijn genoeg POH'ers, fysiotherapeuten. Ja. Ja, maar ik vind niet dat er nu nog eens een nieuwe beroepsgroep bij moet komen, naar mijn idee. Maar eerst heb je wel een leefstijlcoach. Ja, ik heb die opleiding ook gedaan, als leefstijlcoach. Ja. Nou ja, ik schaam me ervoor. Ik heb daar weer geleerd dat ik meer moest bewegen en minder moest eten. Dat is nou belangrijk dat je dat zegt, want ik bedoel, dat is volstrekt onvoldoende in mijn ogen voor een leefstijlcoach zoals die er uiteindelijk moet komen. Dus, want waar je van af wil, is juist die kijk, weet je, wij behandelen mensen met diabetes in ons ziekenhuis met een team van mensen, dus met een verpleegkundige, met een psycholoog, met een diëtist, met een fysiotherapeut als dat nodig is, met een dokter. Dat zijn allemaal mensen die zitten op één gang, heel dicht bij elkaar. En toch is het ontzettend moeilijk om dat in zo'n team van elkaar te boksen. Want mensen krijgen, ondanks het feit dat we elke week overleg hebben, krijgen mensen toch tegenstrijdige adviezen. En waar je eigenlijk naartoe wil, is dat die mensen, patiënten niet en naar een maatschappelijk werker, en naar een diëtist, en naar een fysiotherapeut, en naar een dokter, en naar, dus dat je moet één iemand hebben die dat met zo iemand voor elkaar doet. Dat is veel efficiënter en volgens mij ook veel helderder voor de patiënt. Ja, een soort. En ondertussen kunnen mensen elkaar zelf, dus onderling patiënten, ook ongelooflijk veel leren, denk ik. Dus het moet een soort, het moet allemaal een soort van synthese worden, denk ik.
Hoe zie jij de toekomst, Hille? Alleen maar positief. Ik hoop dat dit gewoon... we maken hier een begin vandaag, heb ik het gevoel dat het een soort olievlek is die zich gaat uitbreiden. Waar ik wel tegenaan loop, dat heb ik jou ook al eens een keer gegeven, kijk ik ook even naar links. Ik ben vrij makkelijk in het afbouwen van medicijnen, zo gaan mensen in hun HbA1c gaan zakken. Maar ik merk ook binnen jouw Facebookgroep dat een hele hoop heel haast haar huidig in zijn. En mensen met het HbA1c van 46 naar aan de insuline en ja, je hebt gezien, dat denk ik ongelooflijk. En dat is, daar zullen richtlijnen moeten komen. We hebben een prachtige richtlijn over het opbouwen van medicatie, maar niet over de weg terug. Ja, ik denk dat dit zo belangrijk is als... Ik zie wel een mailtje van, kijk, hangen we hier, heb je weer een specialist die iemand insuline voorschrijft op een HbA1c moet weer? Niet geloven, ja. Ja, we zien het gewoon gebeuren, hè? Ja. Ja, dus er is ook wel een hoop te doen, maar ik denk dat we met elkaar gewoon heel goed bezig zijn. Het is een begin. Ja. En zo zie ik het. Ja, kun je het heeft op corona inderdaad, dus er komen richtlijnen voor. Om medicijnen af te bouwen. Het is in een dia afgelopen maart door Chapelle om te kijken aan de hand van de koolhydraten hoeveel je medicatie kan afbouwen. En even jou over de leefstijlcoaches die we nu hebben in de GLI. Dat is al een verbetering, maar ik merk dat de kennis daar, ja, daar ben ik dingen aan. Ja, dat is ook in de leefstijlcoaches gesproken. Ja, en dan merk ik van, was ik eigenlijk een beetje geschrokken van het niveau van de leefstijlcoach, omdat we het bijvoorbeeld hadden over tussendoortjes en ik was mijn patiënt aan het adviseren om geen tussendoortjes en vooral geen eierkoeken te adviseren, die werden bij de leefstijlcoach geadviseerd. En toen schrok ik even, terwijl ik nou eigenlijk heel ontzettend ben. Maar realiseerde ik me ook van hey, die scholing, daar moeten we met z'n allen nogal wat doen. En ik vond het heel mooi dat je zei, want die schijf van 5 is de basis voor heel veel gezonde mensen al. En die wordt natuurlijk ook in die GLI gebruikt, maar is niet voldoende voor mensen met diabetes. Ja, want ik zat dus op de ham, hij zat op de leefstijlcoachopleiding. En dan zei ik, zeg ja, maar die schijf van, ja, maar luister, die schijf van 5 is wetenschappelijk en dat is wat wij hier doen. Ja. Wij mogen niet. Ja. Wij zijn een school en dit is een gezondheidsraad, heeft dat zo goed. Ja. En wij geven jou les en schrijven van 5. Dat werkt niet, maar dit is wat wij doen. Dus wij hebben 2 leefstijlcoaches in Breda en die werken volgens de schijf van 5. En sinds die tijd, ja, denk ik, daar moeten we nog iets mee. Dus dat is nog heel veel dingen te doen. Dus de toekomst, dankjewel. Hele mooie vraag. Die wil ik heel graag beantwoorden. Gewoon diabetes is gewoon weg. Diabetes type 2 hebben wij gewoon in de kiem gesmoord. En er zijn nog een aantal mensen die het krijgen. Maar het is gewoon, dat is mijn doel samen met jullie allemaal. En dat we zeggen, van, daar gaan we voor. En misschien een heel groot doel, maar laten we gewoon lekker groot beginnen. Het kan, hè? Ik heb hier net een probleem. Weet je waarom het kwam? Als je kijkt naar de dia van de explosie van diabetes in Azië, dan zie je dat tussen 2002 en 2025 er een toename is van diabetes type 2 van 100%. En ook in Afrika en bij ons in Europa is dat 20%. Dus bij ons groeit het nog steeds, maar in Azië explodeert het. En dan denk ik, yes, dat is goed nieuws. Want als ik dus allemaal die kant kan exploderen, dan kan het dus ook weer imploderen, denk ik dus. Dus ik ben gewoon positief. Ja, ik hoop enorm dat we inderdaad zover komen omdat we werkloos worden. En dat is echt wat ik wil. Ik ben bang dat dat uiteindelijk niet zal gebeuren, want hoewel het zeker zo is dat wat we noemen klassieke type 2 diabetes, die kan eigenlijk voor 90% tot 100% voorkomen worden. Dat hebben we gezien ook in dat plaatje wat ik liet zien over de prevalentie van suikerziekte in verschillende gebieden van de wereld. Ja, dus als je echt goed je best doet en je hebt de klassieke vorm van type 2 diabetes, dan kan je echt helemaal van je medicijnen af en helemaal gezond worden. Maar er zijn heel veel mensen die niet, en dat weten we steeds beter, die niet die diabetes krijgen en die hebben niet die klassieke vorm van type 2. Die worden wel type 2 genoemd, maar die hebben niet echt type 2. Die hebben een type diabetes waar het primaire probleem is met de insulineproductie. Weet de oorzaak niet van, dat is niet type 1, maar daar is iets anders aan de hand met de beta-cel, met de insuline producerende cel. En daar kan je heel veel doen met leefstijl, heel veel.
Maar daar kom je dus niet van je pil af. En maar dat is dan ook weer waar ik mij best af en toe een beetje op ben. Het is via een hele simpele CPT-meting, ja, kan jij al zien of iemand, ja, welk type daar, ja, invalt. Als die CPT, ja, hè, want dan weet je of een pancreas, maar geen één huisarts, ik kreeg hem niet van een huisarts. Nee. Sommige PH's hebben die hadden niet mijn PH hadden niet meer van de rol. Nou, hij wordt meestal gebeten om te kijken iemand er nabij is, daar kennen we van mij eigenlijk. Ja. Ja. Dat was eigenlijk ook mijn vraag. Hè. Hoe haal ik die diabetes, die laatste die jij noemt, hoe kom je erachter? Puur door labonderzoek te laten doen? Ja, dat is heel simpel. Dus je kunt in ieder geval een goede indruk krijgen van de insulinereserve van iemand door in nuchtere toestand. Nou ja, in ieder geval het beste is in nuchtere toestand, dus na 10 uur overnacht niks eten, een C-peptide te meten en een glucose. En die zet je daar 102 mee, Ja, je kan. Kijk, het probleem, ja, dat kan je doen, maar de HOMA is in mijn perceptie, werkt alleen met insuline, maar niet met C-peptide. Nee, ook met C-peptide, dat kan je ook in doen. Oké, nou, dat is een andere formule dan waarschijnlijk voor. Ik weet niet wat wij doen in de praktijk bij ons, is dat we dat meten en dat we op onder zijn dus geen normaalwaardes voor. En dat maakt het lastig nu nog om het precies in te schatten. Daarom zeg ik ook, je kunt een inschatting maken van hoeveel insuline iemand nog maakt door die twee dingen. Want je moet echt een glucose erbij meten, omdat als iemand een glucose heeft van 4 of 4,5, ja, dan hoor je een heel laag C-peptide te hebben. Ja. Terwijl als een, dus dan kan je er niet zo heel veel van zeggen, als tenzij die 0 is natuurlijk, ja, dan maakt iemand dus geen insuline meer. Maar als die 0 is, dan hoor je dus een hoog C-peptide te hebben. En als dat C-peptide dan onder, ja, wij houden de grens aan van 0,8, dat komt van eerder onderzoek wat we zelf gedaan hebben, onder de 0,8 is, dan heb je een indicatie dat iemand heel weinig insuline meer maakt. Ja, maar dit is denk ik ook een rol van de wetenschap, om dit meer dan bezig, hè, dat dit in de standaard voor ze mee kan. Ja. Leven, maar leefzaam, ja, anders is dit wel een, hè, essentieel ding. Ja. Ja. Even kijken, en dit vind ik, dat is mijn laatste, dan zijn wij klaar. E-Hout, ik kom uit de informatica, en dat is mijn stokpaardje. Waar ik mee bezig ben als stichting is het pericoon. Wij zijn dus het elektronische patiëntendossier, dat is mislukt. Het centrale, maar we willen dus dat de patiënt weer baas wordt over zijn eigen gezondheid. Hoe kan die baas worden? Dat is op het moment dat hij zijn eigen data heeft. He, dus die persoonlijke gezondheidsomgeving, waarin je dus plannen, het leefstijlplan kan gaan zetten met meetpunten, die dan alle data bij de huisarts vandaan haalt, uit het ziekenhuis, dus al zijn metingen, cholesterol, die moet bij de patiënt liggen. En dan kan de patiënt zeggen, kijk, en dan kan hij ook, want ik heb dus ook bijvoorbeeld patiënten bij mij, die willen naar een POH toe, dan willen ze al van tevoren weten wat hun bloeduitslag was. Want als jij bij je POH komt, ja meneer, uw suiker was 12. Ja, dus, ja, die man moet eigenlijk van tevoren weten, als er suiker is, kan hij zich voorbereiden. Dat is al een stukje, want geef die man die informatie dat je dat niet meer, dat die verrassing niet meer komt. En als je dus een PGO, want ja, wat wij nu doen op Facebook is natuurlijk ook met privacy. Kijk, als we dat straks in een PGO met allerlei secure data hebben, wat wij nu die zwem doen, nuchtere suiker, buiten, ja, dat zijn best wel persoonlijke gevoelige gegevens. Ja, dat ligt wel op de grenswerk en ik moet dat niet allemaal in hand invoeren, terwijl ik dat gewoon uit zo'n PGO kan halen. Dus ik zie heel veel toekomst. Kijk, mijn Facebookgroep is ook e-health. Dat is de meest lage vorm van e-health. Het klinkt misschien gewoon, ja, het is maar Facebook, maar het is wel e-health. Het is een van de weinigen. Want al die e-health initiatieven die tot nu bestaan, was het echt miljoenen aan uitgeven. Ja, dat is wel niet. Die mensen installeren niet. Bij Facebook is een hele lage drempel. Ze zaten toch wel in de foto's te delen. Die drempel en daar van daaruit kunnen we ze dan naar een e-health omgeving brengen. En wat die periode. Wat is jouw.
Ja, alleen ik kijk in welk gebied je werkt. Ik werk in de Achterhoek met een grote agrarische gemeenschap. En ik zie toch wel met name oudere mensen die eigenlijk niet zoveel gebruik maken van dit soort toepassingen. Nou, een iPad wil nog net, een mobiele telefoon vaak niet. Dus daar is ook nog wel een start. Je moet even kijken met welke doelgroep. Maar het is de toekomst. Ik denk dat we er niet onderuit kunnen. En dat het een hoop dingen een stuk makkelijker kan maken. Dat, jouw idee? Ja, ik denk ook, zeker heb jij een punt, ik heb altijd een praktijk gehad met veel ouderen en die afvragen, ja, zijn die tech-safe, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Maar we krijgen natuurlijk steeds jongere mensen met diabetes type 2. En als je online gaat, dan heb je natuurlijk een hele grote mogelijkheid om heel veel mensen te bereiken. En ik denk dat als wij een heel mooi platform à la Virtual Health is een platform, in het buitenland waar mensen kunnen inloggen. En daar heb je alle informatie. Je kunt zelfs een online coach. Je kunt eigenlijk alles heb je dan tot je beschikking. Maar dus niet alleen heb je beschikking over je data. Maar je kan ook kijken, nee, wat is mijn valkuil? Nou, mijn valkuil is stress of mijn valkuil is slapen. En daar eigenlijk kleine leefstijlsparks, dus kleine filmpjes of informatie of e-learning. En dat je eigenlijk in heel Nederland eigenlijk een dergelijke platform zou hebben waar iedereen zijn informatie kan krijgen. En nu heb je één keer in de drie maanden heb je een gesprek met je POH, met jullie dus, of met je arts. Nou, je hebt huisartsen die er helemaal niet mee bezig zijn. En wat mij betreft moeten we dat ook respecteren. Ik heb ook weer bepaalde gebieden waar ik liever niks mee doe. Maar dat we wel zeggen van, hé, we kunnen genieten van de kennis en kunde van anderen via een dergelijke platform. Of dat de zorggroep meer dingen gaat eigen ontwikkelen. Dus ik denk dat daar nog een wereld aan innovatie te doen is. Ja. Zelfs Skype en beeldverbeelding. Dus van die fysieke web, dat mensen naar het ziekenhuis moeten komen, parkeerproblemen. Bij het ziekenhuis daar die we ook willen vermogen moeten parkeren. Ja, ja, gewoon even bespaard voor de intake, gewoon via Skype. Daar moet wel een betere kader voor ontstaan, dat de dokter ook via dit soort verbindingen. Wat is jouw visie erin? Ja. Jacques, jij praat volgens mij over een health, wat we noemen een health data community. En ik denk dat dat absoluut de toekomst is van de zorg voor chronische ziekten in de breedste zin. Waarbij mensen dus met hun gezondheidsgegevens, mensen zijn baas over hun eigen gezondheidsgegevens, die kunnen ze in zo'n community, zo'n online community, op een veilige manier kwijt. Precies, en die kunnen ze, als ze dat willen, kunnen ze die delen met andere mensen die in diezelfde community zitten. Op die manier kunnen mensen van elkaar leren, maar zo'n health data community moet ook een hele grote kennisbank zijn over verschillende aandoeningen. En die moet via zo'n kennisbank zou je moeten kunnen kiezen welke hulp je nodig hebt om met je ziekte aan de slag te gaan. Een soort van insteek zou ik doen, waar je inderdaad gaat kijken van, hey, welk type diabetes heb je nou? Want ook in Scandinavië hebben ze een studie waar ze zien van, hey, dit is bijvoorbeeld mild age-related diabetes of mild obesity-related diabetes. Dat zijn allemaal type 2's die ze dan weer onderverdelen. En eigenlijk als je dan in zo'n database gaat, die gaat dan een onderverdeling maken van, hey, welk type heb je nou? En wat zijn jouw patiëntkarakteristieken? Dus wat zijn jouw valkuilen eigenlijk? Dan kun je veel meer persoonlijke zorg geven in plaats van dat we eigenlijk interpreteren van, oh, jij zal dit wel nodig hebben. Maar dat we gaan kijken van, hey, waar sta je? En inventariseren waar iemand staat en dan de maximale zorg op maat kunnen geven. Ja, dus dan moet je... Kijk, nog een laatste wat. Hoe keren wij diabetes om? Dat is allemaal met die vijf pijlers. Voeding is toch echt de LCHF, low carb high fat. Hè? Dat is toch de methode om in combinatie, als mensen eenmaal vetadapted zijn, wat een zeer belangrijke groep is, intermittent fasting. Hè? Ik denk, als je suiker ergens niet van hoog gaat spoelen, niet eten, je garandeert dat je suiker naar beneden gaat. Dat kan je. Alleen als je eenmaal je lichaam hebt geleerd om vet te verbranden, is het makkelijker om te vasten. He, wij hebben de metabole maandag, is onze vaste vastendag. Wij laten mensen gewoon nu regelmatig vasten. En dat is wel een tool die een combinatie. Dus niet, hij is van een hypocrite, is al bekend, het vasten is gewoon een heel belangrijke tool. Daarnaast is het stuk natuurlijk bewegen. Mag ik jou nog iets vragen, Wim? Jullie hebben vast, maar wat mij ontzettend triggert, jullie zijn in ketose in het begin, als je begint met dat... Dat proberen we. Kijk, ik kan niemand dwingen om in ketose, maar ketose is, noem ik altijd, dat is de grote hamer, zeg maar. Maar niet iedereen kan het.
Mijn vraag is eigenlijk, hoe lang kan je dat volhouden in een ketose te blijven? Kijk ik even naar links. Heel lang. Ja, heel lang. Weet iedereen wat dat is? Ik ben daar niet zo bekend mee, moet ik zeggen. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar, waarschijnlijk heel erg lang. We hebben niet... er zijn geen studies die over jaren hebben gekeken. Maar in principe zijn ketonen hele efficiënte brandstoffen. Mm-hmm. En je moet wel heel zorgvuldig, denk ik, een ketogeen dieet moet je heel zorgvuldig opbouwen. In die zin dat je moet zorgen dat je voldoende vezelrijke koolhydraten blijft eten. Terwijl je mag dus maar heel weinig koolhydraten, maar zorg er vooral voor dat wat koolhydraten zijn uit groene groentes, want daar zitten ook veel vezels en goede micronutriënten in die je nodig hebt. Dus je moet wel goed opletten. Maar als je het verstandig doet, kun je waarschijnlijk heel lang in ketose blijven. Dat is heel lang? Ja, misschien wel jaren. Oké. Okay. Dus, het is wel belangrijk dat je dus niet inderdaad een well-formulated ketogenic diet hebt. Ja, je moet dus je kan makkelijk 400 gram groente eten op een ketogeen dieet, als jij mag. In een halve kilo sla zit net zoveel koolhydraten als een halve sneer brood. Dus dat is de keuze die je maakt. Maar je kan ook een ketogeen dieet maken en gaan we de hele dag slaolie drinken. Dan ben je ook in ketose, maar dat wil je niet uit. Nee, precies. Ja, dus het is op de formulering. Ja. Ja, maar dus, het is wel een belangrijke. En daar komt dan de richtlijn uit van als mensen die ketose, dan komt er dus. Dan moet die medicatie. Die moet vooraf al naar beneden. Dat is zo raar. Ja, ik heb even behoefte om te kijken of jullie allemaal weten wat in ketose is. Weet iemand het niet? Ja. Ik ben een blijven huisarts, dus ik wil het heel eventjes uitleggen, want ik denk dat er toch mensen zijn die het niet snappen. Dus op het moment dat jij aan het eten bent, hè, je eet gewoon je normale dieet en met wat koolhydraten erin en een gemengde macronutriënten, dan verbrand je ook die koolhydraten. En je moet het een beetje zien van, ik heb een mooi stukje erover gelezen van een endocrinoloog in Amerika, Foon heet hij, en dat hij zei van, hey, die koolhydraten, die energie die we eten, dat is eigenlijk die ijskast. En als we eigenlijk te veel koolhydraten eten, dan wordt het omgezet in triglyceriden, in vet. En dat wordt eigenlijk verstouwd in je vet. Hè? De meeste vrouwen hebben wel een beetje een vetrolletje her en der zitten. Dat is eigenlijk handig voor tijden van nood. En op het moment dat wij constant eten en constant koolhydraten eten, dan blijven wij uit die ijskast halen. En dan komen we nooit in die kelder met vet, zeg maar. Daar komen we niet in. Maar op het moment dat we zeggen of minder vaak eten, dus eigenlijk waardoor die ijskast helemaal leeg is, of eigenlijk minder koolhydraten eten, dan komen we eigenlijk in die kelder. Dan gaan we die trapjes naar die kelder af en dan komen we in die vetverbranding. En op het moment dat we daar komen, en dat kan dus inderdaad door het vasten of door inderdaad minder koolhydraten te eten, dan gaan wij vet verbranden. En als we vet verbranden, dan komt er een stofje vrij en dat heet ketone. Dat kun je soms ruiken in de adem van mensen. En dat noemen we dus in ketose, dus dan ben je eigenlijk je vet aan het verbranden. En dan merk je eigenlijk dat heel snel die vetvoorraden dus ook minder worden. En dus dat riggeltje boven je riem, wat alles irritant is, dat gaat dus verbranden, zeg maar. Hè? En dat ben je dus kwijt. Dus je gaat eigenlijk de reserves die bedoeld zijn om ook af en toe weer eruit te halen, verbranden. Terwijl wij eigenlijk in Nederland en de hele wereld zijn maar alleen op die kelders aan het volstouwen. En dus dat is eigenlijk ketose. Ja, dan hebben we nog een tweede pijn, dat is beweging. En kijk, voor mij, ik woon 10, 15 kilometer per dag, maar dat is voor mij meer stressreductie. Wat ik heel belangrijk vind bij mensen met diabetes, is dat er weer wat spiermassa bij komt. He, dus ik vind dat een component waarin iemand vindt van spiermassa, want het is wel de grote suiker. Dus dat is, vind ik op het gebied van beweging, het is niet, ga maar lekker op die loopband staan. He, dan maak je een stukje spieren. Wat natuurlijk ook heel belangrijk is stress. Als iemand stress, ja, ik denk dat stress, als jij helemaal onder stress zit, wat is eigenlijk de schuldsanering? Ik heb dat, het verhaal wat zei ik op een gegeven moment, je hebt tegenwoordig die CGM's, hè, de continu glucosemeter. Hè, die had ik op een gegeven moment heb ik die ingedaan. En toen moest ik voor de eerste keer in mijn leven een lezing gaan geven op een universiteit. En dan zie ik op een gegeven moment, ik ben die grafiek eruit gaan halen. Ik stond in de file, ik kwam bijna te laat. De suiker ging omhoog. En toen moest ik die lezing gaan geven. En mijn suiker die ging naar 12. Had ik een slagroomtafel gegeten, want ik was gewoon zo zenuwachtig. En ik stond daar, maar ja, normaal gesproken ga jij een lezing geven. Met in de tussentijd even mijn bloed mee. Maar ik ging daarna.
Dus dan zeg je gewoon een suiker van 12 op stress. Ik zou maar zo, en je komt precies aan mijn aan glucose, kun jij zeggen hoe laat die lezing komt. He, dus stress en suiker. He, dus als iemand, hij eet goed en ik beweeg, maar ik sta stijf van de stress, no way, jij niet. Bioritme, slapen. Zeg ik pas, he, ze is nu bezig met een boek Leeftijd op Recept, en we hebben dus op de site, schrijft zij nu allerlei verhalen, en nu heeft ze een artikel geschreven. Slapen op recept, he, dus je kunt bij de dokter. Was het dan moeilijker dan slapen, zou je zeggen, hè? En wil je iets vertellen over slaap? Ja, ik denk dat, ik weet niet of jullie daar wel eens naar vragen, misschien vragen we ernaar en iemand slaapt slecht en dan that's it, zeg maar. Maar het is ongelooflijk als je gaat kijken van hoe dat stukje eigenlijk hebben laten liggen. En van de week las ik nog een stukje over de zomerklok en de winterklok. En blijkbaar als we die klok verzetten, 1 uurtje, dan zijn er al een kwart meer mensen, een kwart meer hartinfarcten die optreden. We weten dat slapen te maken heeft, hè, dus mensen met OSAS, die hebben gewoon meer kans op het krijgen van diabetes. Mensen die ploegendienst draaien, die hebben eigenlijk meer kans op het krijgen van diabetes, gewoon puur doordat het ritme verstoord is. En ontregeling van je suikers. En ik denk dat wij, in de praktijk in ieder geval, ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken, dat het een ondergeschoven kindje is. En ik merk nu van, als ik met een patiënt bezig ben, en we hebben alles op de rails, maar we hebben dat slapen niet, ja, dan komen we nergens. En wat zijn we dan zonder de pijlers van de slaap? Ja, dus we letten heel erg op die slaaplengte, hè? Dus dat, daar zijn we heel erg op gefocust, maar we slapen eigenlijk met z'n allen veel te kort. Hè? Dus we zijn al heel, ik weet niet, wie slaapt er 6 uur? Wie slaapt er 7 uur? Wie slaapt er 8 uur? Wie slaapt er 9 uur? Ik ben een slaapertje. En wie komt er niet eens aan de 6 uur? Ja, dus dan zie je gewoon een enorme diversiteit. Dus die lengte is van belang, maar ook die kwaliteit. Ik heb net een stukje geschreven inderdaad over mijn moeder zei altijd tegen mij van je moet voortvaren voor de bed, dan is elke keer dat je dat geslapen hebt, dan slaap je dubbel. En dan blijft gewoon de kwaliteit van je slaap blijkt heel anders te zijn dan 12 uur. Dus het is lengte, het is kwaliteit, het is hoe laat je naar bed gaat. Ook weer een ander leuk onderzoekje wat ik las is van ook als je dan net voordat slapen weer gaat eten, dan komt die maaltijd heel anders binnen dan als je een paar uur voordat slapen gaat eten. Dus allemaal van dat soort tijd in de mensen, wij zijn heel erg gefocust op calorieën, hoeveel we branden, maar hoe laat je eet, in welk eetvenster je eet, wanneer je naar bed gaat, allemaal hele interessante dingen die mij blijven boeien. En waar ik het veel over wil gaan. Maar... Ja, maar ik wil nog even wat ruimte voor wat vragen. Er is nog iemand naar ons moet bijna gaan sluiten. Ik heb nog even wat vragen. Zeg maar even de microfoon ja. Bij. Ja, hij staat aan. Mijn vraag gaat over, want ik word hier dol enthousiast van. En dat was ik eigenlijk al, maar nu nog meer. Hè. De praktijk ondersteunen in Linkhuizen. We zijn ook echt bezig, actief, met hoe kunnen we Linkhuizen gezonder maken. Maar ja, ik snap wel dat het werkt. Hoe ga je als praktijkondersteuner dan hiermee aan de slag? Met huisartsen, waar begin je? Want ik bedoel, nu is het allemaal zo versnipperd. Hè? Mensen hebben helemaal geen gezet voor de mindfulness. En daarna met de fysiofit voor het sporten. En naar die en naar die en naar die. En ik weet al amper meer waar ik op het begin blijf staan met de patiënt. Sluit ik hier graag bij aan. Kom bij mij. Hartstikke, maar op huizen. Nee, Facebook. Ja. Kom in onze gedachte brochures ophalen, stuur ze naar Facebook. Dan gaan we ze allemaal in ieder geval de weg kwijt. Dan gaan we ze in ieder geval een stukje, dan delen ze elke dag een artikel. En dan gaan we ze voorlichten. Want dat begint ermee met voorlichting. En dan kunnen die mensen gaan zoeken. En dan krijgen ze komen ze in die groep. En dan kun jij gewoon gaan kijken als POH'er. Werkt het? Nou, ik kan zeggen, wat ik straks ook zei, begin gewoon heel erg klein. Je kan zelf de coördinatie houden en je laat de patiënt gewoon wat vaker terugkomen. Dat is wel mijn ervaring. Geen 3 maanden wachten. Laat het met een week of 2, 3 maar terugkomen. En je ziet echt verrassende dingen gebeuren. Ja, ik zag op een gegeven moment, en dat is dan net onder ons.
Er was een patiënt op zaterdag bij de zwem en die zat er moeilijk mee. En op een gegeven moment heeft zij de auto trekken ze nog een patiënt gereden. Gewoon in de vrije tijd. En dan vond ik wel even, dat is de ware, de ware zorg te leren. Is iemand uit Hillegom of helaas niet? Maar er komen steeds meer gemeentes die ook zeggen van hey, we moeten hier iets mee. En Hans van Kuik is natuurlijk een heel mooi voorbeeld dat hij in Leende heeft gedaan. Maar er zijn ook gemeentes die zeggen van hey, wij gaan als gemeente gaan wij aan de slag. Want het is niet alleen maar in de spreekkamer. Sterker nog, iemand gaat uit jouw spreekkamer en loopt langs de snackbar en loopt langs allerlei verleidingen. En dan kan jij je werk ontzettend goed doen, maar dat kun je niet alleen. En in Hillegom gaan ze dus een heel lifestyle project starten, dus dat is super fantastisch. En eigenlijk willen degenen die dat gaan doen ook gaan uitrollen in andere gebieden in Nederland. En ik denk dat de kern is inderdaad dat er in die gemeente een gezamenlijke leefstijl, actiegroep komt of zoiets. En dat je erkent van, hé, we moeten dit doen, net als Hans heeft gedaan in Leiden, we moeten community. Community. We moeten ja, het samen doen. En wat wij doen in die spreekkamers, misschien maar 5%. En soms word ik er echt zelf een beetje gek van, hoor. Dus dan ben je hartstikke goed bezig, maar om je heen is er zoveel verleiding. En zelfs voor ons is er verleiding. Hè. Ik bedoel, ik ben ook niet heilig. En dus ook als je naar de bioscoop gaat en je hebt een dochtertje zoals ik en je moet die door die snoepstraat heen loodsen en je hebt je vijf doorheen geloodst en dan staat er een meneer met een lobby staat daar. Nou, ik heb dat echt letterlijk zelf meegemaakt, waar ik meneer bijna klap in zijn gezicht heen. En het is zo moeilijk om mijn kind daar doorheen te loodsen. En dus dat kunnen we niet alleen. En ik heb ook niet de magic bullet nu, maar ik denk dat dit een start is. Een meisje gekocht worden om nog niet meer uit te geven. Want die had een stuk staan in Voendorf, bij de Rode Hoed, had een lezing gegeven. Oh, ja. Wat zou u doen als u de CEO was van Unilever? Nou ja, dat wil ik maar eigenlijk liever niet zeggen. Hij zegt, waarom heffen jullie jezelf niet op? Nou ja, dat kan je misschien. Ja, we moeten weer terug, hè? Daar zit een oude pen. We moeten weer terug naar de boer. Ja, we moeten weer terug. Tijd voor drie vragen. Ja. Of ja, dus wat ik dus bij de diabetesfonds heb je nou eigenlijk als je al overkoolhydraten hebt. Daar ben ik nu heel druk mee bezig. Er staat van wat zijn koolhydraten, langzame, snelle koolhydraten. En dat ben ik nu eigenlijk heel. Bij veel mensen aan uitdelen. Dus want als je dat dan al uitlegt, en dan geeft ze al heel snel van bonen en je hebt dan de relatie naar de chemische index. En dan zeggen, heb ik eigenlijk bijna alles die je weet. Maar keer je dan om? Glycemische, want het is glycemische loop wat bepaald is. Dat is dat, ja. Glycemische index, dan mensen al zelf over nadenken. Ja, dat is eigenlijk al het begin van het proces. Ja. We zijn nog meer vragen. Ja, we hebben heel veel. Ik heb nog een vraag. Ik heb ook een goede ervaring hiermee met patiënten, maar ook wel dat het bij patiënten dus niet lukt. Dat koolhydraten beperken, dat meer vet, eiwitten en dan de koolhydraten laten staan. Dus lukt het? Het is zo'n mooi verhaal, een succesverhaal, maar ik heb ook andere niet-succesverhalen. Ja, heeft u de ketone gemeten? Nee. Nou ja, kijk, de ketogene is zo makkelijk, hè? Je pakt een ding en is je in ketose, dan doet hij het goed. En is hij niet in ketose, dan doet hij het niet goed. Dus dat is het mooie van een ketogene dieet. Is het zo simpel, hè? Ja. Want niet iedereen kan zijn ketone meten. Ja, nou, jawel. Ja, dat kan gewoon. Het is zoals je suiker prikt, moet je ketone meten. Maar ik denk ook dat wat moeilijk is als je iemand zegt van hé, je hebt een koolhydraatarm dieet. Dat is weer anders dan ketogeen een stapje verder. Is ook van wat eet je dan niet, geen koolhydraten, maar wat eet je wel? En ik vind dat het daar heel vaak misgaat. Ook, het is niet dat alle koolhydraten een soort van boosdoeners zijn. De vezels zijn ook koolhydraten. Soms mensen gaan hele bizarre dingen eten. Dus als je zegt van het werkt niet, dan is een stukje coaching om te kijken van wat wordt er nou eigenlijk echt gegeten of niet gegeten.
Want wat je niet eet, je moet wel nutriëntdense voeding eten. Dat moet je wel eten. En wat Wim net ook zei, van, hey, er zijn meer dingen die een rol spelen. Hè, in de file staan, noem maar wat. Dus een stukje goede coaching als het niet werkt om eigenlijk tot de angel te komen. Want er zit ergens. Maar je hebt ook wel iets op iets. Toen ik dit gedaan heb, ik heb 6 maanden aan een stuk alles wat ik in mijn mond heb gestopt, in een voedingszak gestopt. Hè? Want jij kan niet bepalen, want het is 30 gram koolhydraten, ligt de grens. Hè? Dat kan jij niet zomaar uit het pakketje gaan. Dan moet je echt alles gaan noteren. En het was ook niet alleen, het was dus niet 1 maar 5000 calorieën. Dankzij de ketogene dieet was ik ook makkelijker om minder te gaan eten. Dus ik heb een caloriebeperkt ketogene dieet gedaan. Maar omdat ik alles registreerde, wist ik hoeveel calorieën. Dat doe ik nog steeds. Nee, ik heb het 5 maanden streng gedaan. Ja. En nu doe ik het gewoon door 1 dag te vasten en wat meer fruit te eten. Nu kan ik. Je moet weer metabool flexibel worden. Je moet weer heel snel. Van koolhydraten naar vet, dat moet je je lichaam gaan leren. Ja, hè? Als je heel leven lang in die suiker verbrandt, jij moet je lichaam, dat noemen ze epigenetisch, hè? Moet jij weer leren om vet te verbranden. Ik zit in een ander probleem, de lunch drinken, dat is allemaal koolhydraten. Nou, mijn vrouw heeft dus eigen broodjes meegebracht. Dus we kunnen doorgaan ja. En nog 10 vragen beantwoorden, kan het. Je kan ook vast. Is toch niet voor ons? Ik heb nog 2 vragen. Ja, we doen nog 2 vragen en dan gaan we echt. We hebben het over diabetes. Ah, daar, ja. Maar mijn volgende vraag is, hoe voorkomen we diabetes? Dus ik las dat van de 20 jaar de helft overgewicht heeft en 17% wel aan de boos staat. Hoe gaat die groep? Mijn jongste leerling is ook 25. Ja, maar die heeft diabetes. Maar hoe pakken we die groep aan die nog hartstikke gezond lijkt en naar de sportschool gaat en veel eet? Veel te dik is. Bij mij in de raad van advies zit Jaap Seydel. En ik zeg altijd zo, kijk, je hebt hem hier de Bode Rivier. En dan, die bouwt een brug zodat er geen mensen invallen. Hè? Maar ja, ik heb in dienst geleerd, je moet eerst mensen, ik pak de mensen die verzuiveren en die halen er nu uit. Want ja, gewoon begin maar eens even gewoon. Schaf Coca-Cola af, zolang het budget van Red Bull voor Max Verstappen hoger is als het hele leeftijdsbudget van heel West-Europa. Kijk maar eens in de winkel bij de tieners wat daar in de kaartje ligt. Ja. Er komen nog heel veel diabetes aan. Ja, maar dus in principe doe je hetzelfde bij mensen met prediabetes als bij mensen met diabetes. Dat is eigenlijk, het is eigenlijk dezelfde aanpak. Dus met door vooral veel onbewerkt te eten, dat is volgens mij de allerbelangrijkste regel wat voeding betreft. En dan naarmate je meer insulineresistent bent en hogere glucoseconcentratie in bloed hebt, daardoor meer op te passen met zetmeel en suikerproducten. Dus zou ik zeggen, meer ketogeen te gaan eten. Plus, en dat is nog een antwoord op de vraag van de vrouw daarnet. Het is niet alleen maar, Wim heeft het ook al een aantal keer gezegd, het is vaak niet alleen maar voeding, maar het is ook beweging, regelmatiger bewegen, oppassen met stress. En dat verschilt van persoon tot persoon. Dat maakt het dus ingewikkeld. Maar in principe zijn de maatregelen in de fase van prediabetes hetzelfde. En daarmee voorkom je echt dat mensen diabetes krijgen als voor mensen die al diabetes hebben. One final question. Sorry. Hele korte vraag. Wat is een Facebookpagina? Ja. We hebben straks daar alle foto's liggen. En die kunnen jullie dus ook allemaal meenemen naar het bedrijf. En die kunnen jullie straks aan je patiënten halen. Daar staat de naam van de Facebookgroep in. Pak die foto's. Deel ze uit. En als ze op zijn, dan drukken we weer nieuwe. Het spijt me. En keer diabetes om met je leven als medicijn.